Dan. Aan, because I really, really, really love it. Dit is hem geworden. En ik vind hem echt super mooi. Good morning, good morning, good morning. Het is vandaag maandag en ik heb net mijn wimpers af laten halen. Ik had eigenlijk gisteren een afspraak, maar ik had het verzet naar vandaag. 'S Avonds of eind van de middag, maar toen konden ze toch nog net eventjes. Dus dat was super chill. Ik heb ze af laten halen omdat ze er sowieso half nog maar op zaten. En ik dacht ja, dus dat is wel even goed geweest. Ik ga me nu omkleden, want ik ga naar de sportschool. Ik neem mijn camera wel even mee. Want misschien kan Stef nog even wat filmen. Zoals laatst. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dat weet ik nog niet, want dat staat niet online, maar... nu neem ik mijn vlogcamera en ben ik vorige keer wel gefilmd met mijn telefoon. Dus, ja. En ik ga ook even zonnebankje pakken vandaag. I can feel your energy. Vandaag dinsdag en ik ben wat bruiner zoals je ziet. Ik ben gisteren naar de zonnebank gegaan. En wat ik nu aan het doen ben, ik heb geen make-up op trouwens. En ik vind het heel erg wennen om mezelf er zo te zien. Het is confronterend. Ik ben net even naar de dokter geweest. Alles gaat goed met me, dus no worries. Maar ik had gewoon een paar klachten. Ik weet nooit zo goed of ik dit allemaal zeg maar... dan moet delen of zo, want er is niks heftigs aan de hand of zo. Ja, ik weet niet. Aan de ene kant denk ik, ja, ik ben ook een mens en iedereen die kan die dingen gewoon weten. Het is niks bijzonders, maar aan de andere kant denk ik, ja, ik heb nog een soort van privacy. Maar in ieder geval, ik was het bij de huisarts, anders is verder prima. Dus no worries, dat is denk ik het belangrijkste. Stef, die zou vandaag de hele dag weg zijn en morgen weer. Dus zal ik hem 2 dagen niet zien. Maar toen bleek dat hij vandaag geen school heeft en alleen vandaag moet werken. En hij werkt in... Zwolle. Dus dan zie ik hem zo meteen nog eventjes. En dat vind ik wel heel erg leuk. Hij heeft trouwens best wel ziek werk. Maar als je dat ook wil, moet je even hem een berichtje sturen op Instagram. Hij heeft ook op Instagram gedeeld. Misschien kan ik hem even laten zien. Dus als je dat niet hebt gelezen, moet je hem even op pauze zetten. Dan kan je het opnieuw lezen. Wat ik verder ga doen... is mijn video editen. Maar volgens mij komt hij er zo aan. Dus dan doe ik dat daarna. En verder misschien naar Cool Cat. En ik moet nog even met Kyron een van mijn managers bellen. Oh, cutie. Stuur hem een Snapchat. Zo knap. En verder heb ik niet zoveel te doen vandaag. Denk ik. De kamer me nog een beetje opruimen. Ik had het gezellig mee gedaan.
Ik heb echt wel vaak dit shirt aan, maar ik doe me echt wel een was hoor. Vandaag, ik wil nog even kijken. Want ik ga of vandaag of morgen naar Coolcat. Maar ik dacht, misschien ga ik eerst even uitzoeken wat ik daar wil halen. Dan ben ik daar sneller klaar. Leek mij handig. Ik weet niet, misschien is het niet handig. Oh, dit is wel leuk. Dat is een leuk dingetje. Waarom hebben ze die twee keer? Huh? I don't get it. Ga ik wat leuke kleertjes halen voor het nieuwe. De situatie is nu dat ik er zo uitzie dat mijn haar super wild op mijn hoofd zit. En dat ik mijn bril op heb, want ik heb hoofdpijn. En ik ben mijn vlog aan het editen en hij is bijna... Oké, hij is nog maar 13% geüpload. Morning, ik zit even lekker aan mijn ontbijt en aan mijn koffietje. En ik ben een beetje laat wakker geworden. Ik had mijn wekker... Gekke schaduw. Ik had mijn wekker uitgedrukt, dus dat was een beetje dom. Ik ga vandaag denk ik niet meer sporten, want ik wilde dat wel doen. Maar dat wilde ik dan rond de tijdstip doen. En ik ben op de tijdstip pas wakker. Ik ga vandaag wel even naar Coolcat toe. Dat vind ik echt super leuk. Ik heb al een paar leuke items misschien op de site die ik wil gaan halen. Dus dat is heel erg leuk. Kan ik weer lekker mijn kast voor nieuwjaar een beetje. Hoe noem je dat? Uitbreiden. Vernieuwen. En verder ben ik nu nog eventjes een beruchte gevangenis aan het kijken van Ewout Genemans. Wat ik echt opeens vet interessant vind. Ik vind altijd series over van die, ik weet niet, ontvoerders, kidnappers. Moordenaars. Ik vind het niet tof, maar ik vind het heel interessant om allemaal te zien en zo. Hoe die mensen zich profileren en nou, dat dus. Ik bedacht me net, misschien kan ik vanavond nog even gaan sporten. Alleen vorige keer dat ik ging sporten werd ik wel redelijk een paar keer herkend. Maar misschien moet ik me daarvoor mee zetten. Maar is het wel grappig trouwens, zo'n knotty. Ik ben even de vaatwas aan het uitruimen en ik probeer een beetje wakker te worden en vrolijk te doen. Ik ga zelf wat veel water drinken, dat is altijd goed. En dan ga ik even... ik wil even een pakketje met me komt, maar misschien moet ik gewoon zo meteen nog gewoon gaan. Zo, ik heb even een andere grijze sweater aangedaan. Het is prima, het is dezelfde, maar dan niet degene waar ik in heb geslapen. En ik heb me opgemaakt en mijn wimpers zijn best wel wat korter. En dat is eigenlijk, zeg maar, mijn eigen schuld, want ik heb een beetje aan mijn wimper extensions lopen plukken. Dus dan maak je wimpers kapot. Maar als je dat niet doet, dan worden je wimpers ook niet verrot. Nee, dat ruimt. Oh, ik moet nog even mijn foutjes pakken. Ik ga zo de bus pakken naar Almere en dan ga ik kleding halen bij de Coolcat. En dan, dat is eigenlijk wat ik ga doen vandaag. Hallo, ik ben terug van de Coolcat en ik heb echt een hele leuke, ik heb echt een paar hele leuke items gescoord. Ik ga ze even laten zien. Ik denk dat ik morgen een van de dingen ook aandoe. Deze riem, daar was ik echt heel blij mee, want die zocht ik al een tijdje en die wilde ik ergens anders gaan kopen waar die echt super duur was. En hier is helemaal niet zo duur. Dat kaartje moet ik maar even afgehaald. Maar in ieder geval, super leuk. Echt zo een beetje zo'n Wild West riem. En ik heb dus een beetje meer lenteachtige kleren gehaald. Dus bijvoorbeeld, dit is een beetje een truitje die best wel, kijk, hij is best wel dun. Dat vind ik ook wel heel erg fijn, want dan... heb je niet dat het super warm is, maar heb je toch wel lange mouwdingen aan. Dus een beetje voor winter naar lente. En dit is maat M die ik heb gekocht, want ik wilde hem wat meer oversized. Maar als je meer van strak houdt, dan kan je strak kopen. En ja, ik vond het model heel leuk, dus ik heb hem ook gelijk in het donkergroen gekocht. Ook in maat M. Ik denk dat ik morgen een van die dingen wil aandoen, want ik vind ze echt super cute. En dan dit blouseje. Die heb ik ook in maat M gekocht. Omdat ik hou van oversized de laatste tijd. En het is gewoon net hoe je het wil combineren. Als je houdt van strakke blouseje in je broek. Dan zou ik gewoon je eigen maat kopen. Maar ik hou bijvoorbeeld wel van die lossere blouseje. Dus ik heb het in maat M gekocht. En
Kijk, cute. Leuk een beetje dat... Ja, best schattig. Ik weet niet hoe je doet. Ik vind het een beetje lentekleurtjes. En waar ik heel erg blij mee ben, is deze broek. Heb ik nog iets? Oh nee, een flesje water. Kijk. Een flare broek. En ik had natuurlijk al twee flare broeken, maar eentje was kapot, zoals jullie bij... misschien wel wisten. Kijk, deze heeft dit stofje. En het leuke is, misschien denk je nu, oh ja, ik kan nooit de flare broek aan, ze zijn altijd te lang. Voor mij ook, ik moet ze altijd laten inkorten, maar deze zat dus perfect. Ik heb maat XS gekocht, dus gewoon mijn eigen broekmaat, zeg maar. Maar hij eindigt gewoon perfect, zeg maar precies op de grond als ik mijn schoenen niet aan heb. En net een stukje van de grond als ik mijn schoenen aan heb. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. En ik ga morgen dus even een paar items denk ik aandoen. Ik kan morgen dus wel wat items laten zien aan jullie. En... ja, ik denk dat mijn favoriet de riem en de broek is. Zo leuk. En hij... oh ja, ik zal het even uitleggen. Hoe zit dit? Oh, je kan het op beide manieren doen. Je hebt zeg maar twee soort van... dit kan je loshalen. En dit kan je ook loshalen. Dus je kan hem zeg maar op twee manieren los doen. Klinkt echt niet logisch. Maar ja, superleuk. Dus, dat waren mijn aankopen van vandaag. En ik vond het superleuk. Trouwens, wist je dat je ook gewoon make-up en... snoepjes heb bij de Hooket. Wel leuk. Ga ik een keertje halen. Die kan je niet op de site kopen hoor, maar... deze kleuren zijn trouwens wel allemaal op de site verkrijgbaar. Ik vind dit zo leuk. Echt heel cute. Misschien dat ik zo meteen wel gewoon even aan ga doen. Weet je wat? Ik doe vast even een outfit aan. Ik heb een van de outfits aan. Oh, dat was echt heel stupid. Deze broek dus. Ik heb het kaartje nog aanhangen. En ik heb hem dan nu even met deze aan. En kijk, de mouwen zitten misschien wel wat groter. Maar ik ben echt zo'n iemand die dan lekker zo in mijn ding wil kruipen. Maar je kan ook gewoon prima de mouwen zo oprollen. En dan een leuk horloge bij. En als je denkt, waarom heb je ketting niet om? Die heb je altijd om. Stefan heeft mijn ketting nog in zijn portemonnee zitten. En die zie ik morgen pas. Maar ik ben echt heel erg blij met deze. Misschien kunnen jullie het beter zien in de spiegel. Misschien kunnen jullie het beter zien als ik mijn licht aan doe. Hey, yo. Be smart for once. Kijk. Hoe leuk. Ik vind het echt een hele schattige outfit. Gewoon lekker casual, maar gewoon heel erg chill. I'm happy. Happy potato. Nou, dit laat ik intrekken. Ik heb net mijn masker eraf gehaald en het voelt lekker schoon aan. Ik doe zo meteen eventjes een crème op. Die is van Nivea. Het is trouwens geen sponsoring, maar ik vind het gewoon zo lekker. En lippen, dit is eigenlijk niet voor lippen, maar ik werk wel. En dan ga ik denk ik mijn nagels lakken, want ik heb mijn nagels helemaal kort geknipt. Want ze waren allemaal niet, ze waren allemaal ongelijk en zo. Dus ik ga ze even veilen en lakken. Dan ziet ze er weer, ziet ze? Dan zien ze er weer verzorgd uit. Goedemiddag, goedemiddag. Ik heb weer een shirt van Cookit aan en ik vind hem echt super leuk. Het is dezelfde die ik gisteren had, maar dan in het donkergroen. En deze kleur staat me altijd wel omdat ik groene ogen heb. Tada. En ik heb lip liner opgedaan vandaag. Ik heb weer de broek van Cookit aan, because I really, really, really love it. En ik had ook gisteren een step laten zien en die zei ook, oké, okay, joh. Die broek is echt super leuk. I love it. Ik heb dan nu een stukje mijn ding gedaan. Maar eigenlijk hoort hij dan zo. Hij schijnt heel een beetje door, maar dat maakt me niet heel erg veel uit. En dit is dus maat M. Dus bij mij is hij inderdaad wat groot. Maar ik vind het gewoon echt heerlijk. Ik vind het zo fijn als deze shirts zo lekker groot zitten. En ja, en deze broek dus. En dan is hij dus aan de onderkant. Is hij dus flared. Dus ik ga even boodschappen doen. En ik zie jullie zo.
Goedemorgen, ik ga hier zitten. Ik ben nu een tosti aan het maken. Ik ben al een tijdje wakker. Ik ga zo meteen naar... Ik hoor nu mijn tosti aanbranden. Ik moet hem even pakken. Ik ga zo meteen naar Amsterdam Bijlmer station. Daar word ik opgehaald door iemand van Coolcat. En dan ga ik naar het hoofdkantoor om een jurk te passen voor de première van 50 Shades of Grey. Tenminste, hij heet anders. Ik weet niet hoe hij heet, maar in ieder geval een van de 50 Shades films. En een outfit voor een optreden wat ik die dag ook nog heb. Ik pas nooit heel snel lange jurken, dus daarom ga ik eventjes daarheen. Dan gaan ze me even goed op maat maken. En ik moet nu echt mijn tosti pakken. Naar huis halen. Nou, perfect. Ik moet zo de bus hebben om iets over half. Oh nee, kwart voor. Ik pak hem ergens anders. Dus ga even snel wat eten, dat ik wat in mijn maag. Ik vind het best wel vies klinken eigenlijk. Dan heb ik wat in mijn maag. Dus mijn buikje gevuld. Dat klinkt veel leuker. Ik knip mijn tosti's altijd. Wie doet dat ook? Waarschijnlijk niemand. I think I'm the only one. Nou, dan neem ik even wat pietemies. Good morning. Het is vandaag zaterdag. Het is alweer de volgende dag. Ik heb niet heel erg veel gevlogd bij de Coolcat. Maar ik heb dus een jurk uitgekozen. En ik ga hem even laten zien. Dit is hem geworden. En ik vind hem echt super mooi. Kijk, hij heeft hier zo'n split. Sorry jongens, mijn kamer is echt een zootje. Daar vooral. Hij heeft hier dus zo'n split. En dan loopt hij hier schuin. En hij zit gewoon heel mooi aangesloten. En er zitten een soort van kleine glittertjes op. Dus... I love it. Het enige wat ik vandaag even moet doen is zilveren sieraden erbij halen. Want ik heb eigenlijk alleen maar gouden sieraden. Eigenlijk wil ik wel heel erg graag die ring om die ik van Stef heb gekregen, maar die is ook goud. Dus I love it. Ik vind hem echt super mooi. Sloeber outfit. Hey. Goedemorgen. Good morning. Het is vandaag zondag. Wat doe jij?